Hey Witchlings, welkom bij een nieuwe video en welkom op de grond. Dat begint eerlijk een gewoonte te worden. Maar bon, vandaag gaan we het hebben over hoe je je kaarten kan schaffelen, aangezien dat iets is dat vaak voorkomt. En om de een of andere reden denk ik dat dat heel logisch is, maar blijkbaar niet. Dus ik ga jullie uitleggen wat dat de manieren zijn en ook hoe dat ik het doe. Terwijl ik het uitleg ga ik zeggen wat dat mijn favoriet is. Maar dat kan dus met orakelkaarten, tarotkaarten, met allemaal. Ik ga tonen hoe dat is met verschillende soorten decks. Want die is wat smaller, die is heel groot en die is normaal. Dus ik denk dat het heel handig gaat zijn om te zien hoe dat met verschillende decks is. Maar voordat we beginnen, geef het zeker een duimpje omhoog. En volg me hier op mijn kanaal, het zou enorm, enorm helpen. En alle suggesties die je hebt, mag je gerust hier beneden zetten. Als je nog dingen wil weten over kaarten, laat het ook weten. En als je interesse hebt in kaartlezingen, dat is ook beschikbaar op mijn webshop. Er zijn twee opties. Dus als je toekomst wil laten voorspellen of meer inzicht in de situatie of advies en zo verder, kan je dat daar vinden. Dus we gaan eraan beginnen. Ik ben nog iets kleins vergeten, zoals beloofd. Ik heb Pride and Prejudice uitgelezen van Jane Austen. Ik heb er langer over gedaan dan ik wou, maar de literatuur is gewoon tamelijk zwaar. Maar goed boek. De 2005 film lijkt er totaal niet op, gewoon dat je het weet. Blijkbaar de BBC-serie van 1995 wel. Dus dat is het ding. Ondertussen heb ik ook From Blood and Ash uitgelezen van Jennifer Armentrout. Als je houdt van A Court of Thorns and Roses van Sarah J. Maas. Chef's Kiss. Ik heb ook het tweede boek uitgelezen. A Kingdom of Flesh and Fire heb ik ondertussen ook uitgelezen. I know. Al in een week. Nog niet. En nu ben ik bezig aan The Crown of Gilded Bones. Dus het derde boek. Maar het tweede en derde boek heb ik gelezen op mijn Kindle. Dat is een e-reader, maar dat is een van Amazon. Dus ja, daar ben ik nu aan bezig. Het is even goed, like A Court of Thorns and Roses series. En ik zeg dat niet lichtjes van, I love them very much. Maar zo ben je dus mee met welke boeken dat ik nu heb gelezen. En wat ik aan het lezen ben. Dus ik heb eigenlijk sinds dat jullie me gezien hebben in de vorige video 3 boeken uitgelezen. Dus een beetje meer dan een boek per week, maak ik. Dus ik heb 5 soorten opgeschreven en we gaan die stap per stap uitleggen. Dus ik ga daarvoor eigenlijk het beeld naar beneden brengen. Dus mij ga je niet meer zien vandaar op de grond met haar dat ik weet niet wel. Dus maakt niet uit, want eigenlijk moet je toch nu niet meer kijken naar mij. Dus ik ga jullie verplaatsen naar een zicht naar beneden en dan gaan we eraan beginnen. Welkom op mijn bureau slash altaar. Hopelijk is het een beetje duidelijk en kan je alles zien. Dus ik heb verschillende kaarten. Ik heb orakelkaarten, 2 soorten. En ik heb mijn tarotkaarten. En daar ga ik eigenlijk alles mooi mee tonen. Dus ik ga jullie op deze manier tonen hoe dat je kan schaffelen. Ik denk dat dat de makkelijkste manier gaat zijn. Dus hopelijk is het zo duidelijk genoeg. Dus er zijn 5 soorten dat ik jullie ga tonen. Nu begin ik met de Harmony Tarot van Harmony Nice. Dat is een heel schoon deck trouwens. En ga ik tonen hoe dat je kan schaffelen. Ik ga ook elke manier van hoe dat je kaarten kan schaffelen, schudden, hoe dat je het ook wil noemen, tonen met een ander deck, omdat dat andere formaten zijn. Nu, ik heb hele lange vingers. Even dat je het weet. Ik heb grote handen, lange vingers. Dus voor mij is het ietsje gemakkelijker. Ik ga nooit zo verticaal gaan, omdat ik dat heel onhandig vind. Maar ik weet dat er heel veel dat wel doen als ze eigenlijk hun kaarten niet zo, zoals mij, tussen beide vingers kunnen nemen. Ik heb geluk dat ik hier zoveel plaats heb, dat ik eigenlijk met gemak eraan kan. Dus, de eerste manier is eigenlijk traditioneel. Dat is eigenlijk gewoon, je gaat nemen, ervoor doen, en je gaat altijd ook je duim terug er tegen zetten. Dat is ook de standaard manier dat ik begin. Nu, je kan ook achteruit gaan, en dan hou je wat plaats bij je vingers, zodat je ze eigenlijk mooi erachter kan zetten en je kan weer naar voren gaan. Maar dat is eigenlijk de traditionele manier. Je gaat ze niet er laten invallen, maar je gaat ze echt erin duwen. Dat is iets dat eigenlijk velen niet zeggen. En je houdt je vinger altijd op de voorkant, waardoor dat je ze eigenlijk je duim tegenhoudt. Dus dat is eigenlijk wat hij dan doet. En als je het aan een kaart wil trekken, dus je gaat bijvoorbeeld vooruit, dan ga je gewoon de bovenste nemen. En voilà. Dat is je kaart. Je kan het dan ook gewoon, weet wel, opeen volgen en zeggen, oké, dat is de volgorde. Dat is hoe dat je ze zelf eigenlijk wil.
Dus ik ga dat ketonen. Alhoewel, dat is eigenlijk gemakkelijk. Maar ik ga het ketonen met een ietsje groter dek. Kleiner is eigenlijk handig, dus eigenlijk moet ik kleiner niet echt tonen. Maar dat is bijvoorbeeld de Greenwich Oracle. En die is toch wel een pak groter. Dus dat kan wel ietsje ongemakkelijker worden. Als je eigenlijk het vergelijkt, is er een vrij groot verschil. Dus doe je ook gewoon hetzelfde. Je trekt het eruit en je duwt het er terug in. Dus dat is eigenlijk de traditionele manier. En uiteindelijk ga je rapper. En voilà. Nu, de volgende manier is mijn favoriet. Wat ik eigenlijk altijd doe. En dat is een bridge. Nu, ik weet dat de bridge niet zo gemakkelijk is. Je gaat dat niet zo rap onder de knie hebben. Dat is iets dat je moet oefenen. Ik heb dat met hele kleine ook gedaan. En het lukt. Maar je kaarten moeten toch wel iets wat flexibel zijn. Met deze gaat het ook, maar vaak wat moeilijker. Dus je gaat ze gewoon in twee doen, zo even mogelijk. En dan ga je eigenlijk hier je vingers van onder, hopelijk is het duidelijk. Je wijsvingers ga je plooien op de boord. Ik hoop dat je het kan zien. En dan met je duim, dus je gaat duwen met je wijsvingers naar beneden. De andere houdt hier heel stevig. Ga je met je wijsvinger eigenlijk plooien en met je duim ga je geleidelijk aan loslaten. Dus... En soms zitten ze vast, dat kan geen kwaad. Maar ze overlappen eigenlijk. Nu, wat je dan kan doen, is ze plooien. Je duim van boven en lossen. Of... Dus ik ga het nog een keer tonen. Of je zet ze gewoon recht en je schuift ze in elkaar. Nu, wat gebeurt er wel met de bridges dat je je kaarten gaat plooien? Ik zelf vind dat niet erg. Als je iemand bent die dat niet leuk vindt, dan moet je dat misschien niet doen. Dus ik ga het nog een keer tonen. Ik weet dat dat uiteindelijk moeilijk is, maar dat is echt gewoon oefenen. Het is ook heel belangrijk om eigenlijk als je bridge doet, dat je duim van boven zit, dat je eigenlijk je wijsvinger en de rest van de vinger dat eigenlijk op leunt, geleidelijk aan gaat lossen en een beetje naar buiten gaat doen. Je gaat dat zien. Als ik hier nu ga overgaan, dat ik naar buiten ga en zo gaat het vlotter. Dus dat is de bridge. Maar je kan dat ook met grotere kaarten doen. Dat worden meestal in de casino's gedaan. Nu, die zijn wat plakkeriger, vind ik persoonlijk. En veel groter. Dus dat voor mij is dat eigenlijk al wat moeilijker. En ook minder, like je ziet, ze plooien minder hard. Maar dat betekent niet dat het niet kan lukken. Het gaat gewoon ietsje moeilijker. Maar eenmaal dat je bridge kan, kan je het eigenlijk met alle kaarten. Daarom dat het eigenlijk altijd gemakkelijker is om een bridge te oefenen met speelkaarten of zo, dat je er niet mee moet inzetten en dat je ze kapot maakt. Dus dat is mijn favoriete manier. Ik start altijd zo om mijn energie erin te steken. Dan de volgende zijn vliegers. Dat is ook hoe ik lees. Dus ik start met mijn bridge, maar ik ga dan er straks tonen hoe ik lees. Dus je begint eigenlijk traditioneel te schaffelen, maar je blijft gewoon vooruit gaan totdat er één gaat springen. Of uitvallen. Als dat gebeurt, steek ik ze meestal terug, want dat is te veel. Zie je, dus er valt één uit, maar soms springen ze er echt uit. Ik weet niet als hij het nu gaat doen. Maar eigenlijk op deze manier ga je nooit zelf één nemen. Voilà. Tenzij dat hij eruit springt of hij steekt uit en dat je het gevoel hebt, ah, die moet ik nemen. Maar meestal wacht je gewoon op springers. Sommigen zien ook springers als een hele belangrijke boodschap. Dus laat die er niet uit. Maar ik start eigenlijk altijd bridge en ga dan met springers. Dat gaat eigenlijk met alle decks. Maar like dat je ziet, dat is wat lomper. En moet je eigenlijk verder gaan. Zodat het eigenlijk niet... aan elkaar blijft plakken. Want als je niet hoog genoeg gaat, dat je geen speling hebt, ga je er gewoon niet op geraken. En hier laat je ze eigenlijk ook een beetje meer vallen erin. Dan de volgende is een dat sommige lezers ook doen. En dan gaan ze over naar schaffelen. Dus je kan ze zeker allemaal combineren. Is gewoon ze in hoopjes doen. Random. En dan een hoopje als eerste pakken. En ze weer op elkaar leggen. Nu, wat kan je daar ook mee doen? En dat is goed als je graag reversals leest. Dus omgekeerd is je maakt hoopjes. Zoveel dat je wilt. Kijk, voilà, we gaan er een hoop doen. En sommige hoopjes ga je dan omdraaien. En dan ga je ze gewoon
samensteken hoe dat je wilt. En dan kan je beginnen. Dus dat is ook een manier. En dan de allerlaatste manier is... Ik ga dat nu niet doen met de die, want dat zijn heel veel kaarten. Even doen met de die. Is eigenlijk gewoon ze allemaal door elkaar zwieren en weer samen nemen. Ik doe dat niet graag. Ik vind dat veel te chaotisch. Maar ik heb er al dat zien doen. Chapeau dat je dat kan. Ik kan dat niet. Ik vind dat heel irritant. Maar je kan dat ook doen om ze gewoon een keer te resetten. Dus ik ga jullie gewoon een keer vlug tonen hoe dat ik op elke deck ze allemaal schaffel. Maar dat waren eigenlijk alle manieren. Dus dat is de Harmony Tarot. Ik weet dat de angle misschien niet ideaal is, maar zo zie je wel. Voilà. Zelfs dat ik bij die doe. Uiteindelijk ga je zelf ook heel rap worden hoor daarin. Dan met de Green Witch. Ook weer hetzelfde. En twee. Dat is toevallig Virgo. Yay! Virgo. Zie je? Dus dat waren springers. Ideaal eigenlijk om te zien. En dan ga ik het met een andere orakelkaart. Dat is de Botanical Inspirations. Die zijn ietsje kleiner dan de Harmony Tarot. Dus. En ook iets wat flexibel. Ik zou het niet uit haar kunnen zien. En die voelen ook ietsje lichter aan. Dus meestal gaan ze bij mij ofwel springen ofwel draaien. Voilà. Die kaarten denken, amai, het is lang geleden dat je gebabbeld hebt. Zie je, dan kan er soms een extreem uitsteken en dan pak je die er ook bij. Voilà. Dus dat waren de verschillende manieren. Laat me zeker weten wat dat jouw favoriete manier is. Die van mij is obviously de bridge en met de springers. Dus ik ben heel benieuwd als je iets hebt bijgeleerd erover. En ja, dan zie ik jullie volgende week woensdag om 8 uur op een nieuwe video. Bye. Mwah.